Het onderzoek in de zaak waarbij politieagenten een burger hebben mishandeld is nog steeds in volle gang. Beelden van het incident gingen viraal op social media. Daarop was te zien hoe agenten een man flinke klappen gaven. Politiewoordvoerder Milton Kenswil zegt aan onze redactie dat de zaak goed onderzocht moet worden en hij daarom geen nieuwe informatie kan prijsgeven. Tot wat ik heb begrepen van de onderzoeksunit is dat het onderzoek in deze vlot deze zaak, zoals ik eerder aangaf, de politie, de korpsleiding, die neemt het heel zwaar, het optreden van die politiemannen die over het schreef zijn gegaan. Waarnemend korpschef Ruben Kensen vertelde eerder dat er disciplinair zal worden opgetreden tegen collega's die in de fout gaan. De politiebaas merkte op dat onbehoorlijk gedrag niet geaccepteerd zal worden, omdat Suriname een geciviliseerde samenleving is.